Zou je even de datum van vandaag kunnen opnoemen? 22 november 2000. Nee. Dat is volgende week dinsdag. Ja, mijn vader is 75 jaar en die heeft sinds 5 jaar leidt hij aan de ziekte van Alzheimer. Ik voer 26 keer per dag dezelfde gesprekken met mijn vader. En nou, hij weet niet meer hoe laat het is en hij weet de datum van de juiste dag ook niet meer. Voordat de Alzheimer bekend was met mijn vader, was mijn vader echt een persoon die altijd voor iedereen klaar stond. Actief, sociaal, kan met iedereen overweg. Ze is semi-profvoetballer geweest, NEC. En hij heeft zelfs tegen Johan Cruijff gespeeld. Ja. En vandaag nog iets op de planning staan? Nee, helemaal niet. Ja, ga straks even naar de club. De voetbalclub is op dit moment het leven van mijn vader. En dat is ook gewoon voor hem structuur in het dagelijks leven. Hey. Kerel, hoe is die? Ja, lekker heel. Wie is de tegenstander? 1-3 VDZ. VDZ. Nou, ik merkte voor het eerste keer dat het niet goed ging in mij. En dat was hier, toen ik terreinmeester was bij Juliana, dat ik daar dingen 2 keer ging doen. Ja, hey, succes verder jongens. Ik heb er ook heel veel moeite mee op momenten dat men gaat zeggen tegen mij van, dat heb ik je al verteld. Ik vraag het mezelf gewoon af, van wat gebeurt me? Wat overkomt me? Ik heb wel mijn fiets sleutel, ja. Ik weet er niks van. Ik weet niks wat ik erin gelaten heb. Nou, mijn vader was brandweerman en kende daar letterlijk alle straten. Hij was zelf de menselijke tomtom daar in de auto, bij wijze van. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Fietsen is ongelooflijk belangrijk voor mijn vader. Hij geeft zelf daarbij aan dat hij dat doet omdat hij zijn hersenen wil trainen. En dat hij dingen wil blijven visualiseren van waar hij is. Het is steeds vaker gebeurd mij dat ik ergens ben en dat ik niet weet hoe ik naar huis moet. Dan ben ik de weg echt kwijt en dan bel ik die jongens op en dan jank ik echt. Nou komen de tranen weer. En dat is puur alleen maar omdat het me overkomt. Ik wist als geen ander de weg in Nijmegen. Echt waar. En dat ik nu dus moet bellen om te vragen, waar woon ik? Dat vind ik heel erg. Mijn vader die beseft eigenlijk nog heel erg veel. En die weet ook dat hij dingen vergeet, waardoor het voor hemzelf ook soms heel hard binnenkomt. Ik hoop voor mijn vader dat hij gewoon heel lang stabiel blijft. Ondanks alles blijf ik inderdaad vrolijk en genieten van mijn leven wat ik nog heb. En dat is nog heel lang, want ik word 106. Hè. Dat heb ik me voorgenomen en dat gaat echt door. Grapje. Wat ik het moeilijkst vind, dat hij er soms best wel eenzaam in is. Dat vind ik lastig. Daarom ben ik zo blij met mijn kinderen, die goed op die nauwe letten. Ik doe dit voor hem, hij is mijn vader en dat zal het altijd zijn. En ongeacht hoe ziek hij zal zijn, ik zal er altijd voor hem zijn. Dat weet je toch?